Ah, voilà. Hallo. Een landgenoot. Vindt u dat nu normaal, meneer? Naar de kapper geweest? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, naar de kapper geweest. Naar de kapper geweest. Ja. Uw haar is mooi gekapt, hè? Nou, bedankt. Ja, ja. Zomaar de grens over en om eventjes naar de kapper te gaan. De grens over? Nee, ik kom niet de grens over. Nee? Nee, want ik woon nu gewoon in Breda. Nee, goed geprobeerd, maar ik hoor het van ver, hoor. Dat ik uit België kom? Ja. Ik kom uit Rotterdam. Ja, zal wel zijn. Ja. Maar je hoort heel goed het West-Vlaamse accent, toch? Oké. Okay. Wilt u mijn paspoort zien? Ik ben geboren in Amsterdam. Ja, laat maar een keertje kijken. Zo ver kun je erin gaan om... Zo ver gaan mensen erin om zelfs een paspoort te laten namaken. Oh ja, oké. Okay. De curve is nu net aan het zakken en wij Belgen profiteren er al van. Maar als mijn haar maar goed zit, hè. De skivakantie is ook al geboekt, zeker? Nee, hou ik niet van. Nee. Veel te koud. En u was waarschijnlijk een van degenen die op de meer aan het shoppen was vlak voor de lockdown? Nee, want de coffeeshops blijven hier gewoon open, hoor. Allee, hoe is jouw naam? Bas Veenstra. Bas Veenstra, ja. Daar ligt er heel dik op, hoor. Ik had even goed Kees Kaaskop kunnen nemen. Dat is misschien... Ik kan u eens zeggen, appelsiensap. Appelsiensap? Ah, voilà. Nu valt u door de mand, want moest u een echte Nederlandse zijn, dan zou u nu jus d'orange gezegd hebben. Ja, oké. Okay, maar ja. Ik heb natuurlijk wel 4 jaar in Overijssel gewoond. Goedemorgen. Een landgenoot. Betrapt en beschaamd. Zo noem ik dat. Kijk goed. Ja, €2. Ja. Nee, die is voor u, hoor. Ja, ik heb pak die niet op. Voilà. Duidelijk een Belg. Een Hollander zou het zo oppakken. Ja. U ziet het, de ene Belg na de andere loopt hier rond. Kapsalontoerist, doet zich voor als Nederlander. Ik ben een beetje beschaamd om Belg te zijn. Ja, ik ben trots om Nederlander te zijn. En blijven volhouden.